Waarom zou je als kennisondernemer beter hogere prijzen kunnen vragen? Ik ontving laatst die vraag hierover naar aanleiding van mijn boek 50 verdienmodellen. En daarom wil ik dat graag hier gaan uitleggen. Het is eigenlijk zit daar een heel bijzonder principe achter. Want ja, waarom zou je dat nou meer willen vragen? Waarom zou je een hogere prijs willen vragen? Nou, dat bijzondere principe dat ik je ga uitleggen daarover, dat verklaart het allemaal. Hey Kanjer, leuk dat je kijkt. In deze video leg ik speciaal voor kennisondernemers uit waarom het wijs is om hogere prijzen te vragen. Er zit ook een heel interessant principe achter. Ik reageer in feite op een vraag die ik ontvangen van een lezer van mijn boek 50 verdienmodellen. Ze zei, hey Petra, ik vind je boek 50 verdienmodellen echt tof. Maar ik kan mij jouw programma's niet veroorloven. Is het misschien mogelijk dat je ook een goedkoper programma gaat maken, bijvoorbeeld van 47 euro? De afgelopen jaren ontving ik deze vraag wel vaker. Dus ik had nu zoiets van, oké, laat ik daar een video over maken. Als je een van mijn boeken koopt, bijvoorbeeld 50 verdienmodellen of een ander boek, dan betaal je zoiets van tussen de 20 en 25 euro. En als je natuurlijk de e-book versie koopt, dan is het zelfs nog een stuk lager. Nou, dat is eigenlijk best wel goedkoop. En voordat ik deze boeken schreef, had ik niets van een aanbod voor deze prijs. Ik deed wel het een en ander gratis. En ja, de informatie die ik in deze video met jou deel nu, die is ook gratis. Ik deed gratis presentaties, workshops, had ik gratis e-books. En zat er nu wel een groot gat tussen de rest van mijn aanbod en dat gratis verhaal. Ik weet nog dat ik ooit begon met het geven van 1-op-1 dagen. Zogenaamde VIP-dag. Dat kostte destijds 997 en dat ging later verder omhoog. Ik had ook een groepsprogramma van 5000 euro. En dat was een combinatie van live en online. Nu vind je mogelijk 5000 euro gestoord duur. Maar ja, iets duur vinden is dus compleet iets relatiefs. Ik heb een kennis die houdt van lekker klussen aan zijn Harley-Davidson motor. Dat is best wel een gestoord dure motor. Maar dat vindt hij dus helemaal niet, want het is zijn hobby, zijn passie. Dat vindt hij belangrijk. En zo heb je ook mensen die graag biologische producten kopen. En dat vinden zij ook belangrijk. Die zijn best wel veel duurder dan andere producten. Maar ze vinden gezondheid belangrijk. Prijs is dus relatief. Het is maar net wat je belangrijk vindt. En waar je natuurlijk aan gewend bent. Kijk, ik vind de prijzen die ik nu hanteer, en die zijn echt een heel stuk hoger dan ik natuurlijk de eerste jaren heb gedaan. Ik vind dat helemaal niet duur. Ik heb, voordat ik zelfstandig ging helpen, dat deed ik vanaf 2010, heb ik eerst 20 jaar ervaring opgedaan, praktische ervaring, als marketeer in het bedrijfsleven. Ik heb mijn pootjes in de modder gestaan en ik moest mezelf daar natuurlijk ook wel echt bewijzen dat ik goed ben. Dus je begrijpt, nu ik doe wat ik doe sinds 2010, ja, heb ik dat natuurlijk wel echt gemasterd, hè, wat ik doe. En je weet nu, je hoort nu dat marketing is al heel erg lang mijn vak. Prijs is dus relatief en prijs zegt iets over de waarde. Zo heb ik een klant gehad die in 2 maanden een ton is gaan verdienen, doordat ik haar daarbij ben gaan helpen. En laatst had ik een klant die in 3 weken 10.000 euro heeft verdiend. Er zijn verschillende klanten geweest daarnaast die ik heb geleerd hun prijs te vertienvoudigen en dat ook voor die nieuwe prijs te verkopen. Dus ja, als je kijkt naar mijn prijzen, hè, van mijn programma's, die liggen zo tussen de 4.000 en 10.000 euro. Is het dan duur? Zijn mijn programma's dan duur? Ik denk het niet. En daarom ben ik er dus een grote fan van om de concurrentie aan te gaan op basis van waarde. En niet op basis van prijs. Als je een lage prijs hanteert, zijn er altijd wel anderen in de markt, in jouw markt, die nog lagere prijs hebben. Dus dat vind ik daarom niet zo'n heel goed idee. Het allergoedkoopste wat ik doe, is gratis. Ik geef heel veel content gratis weg.
in mijn gratis YouTube-video's warm ik in feite geïnteresseerde zelfstandigen op om nog meer over mij te ontdekken. En mogelijk dat ze later een van mijn programma's kopen. In deze video's deel ik heel erg veel waarde. En wel zodanige waarde, daar hebben zelfstandigen echt heel erg veel aan. Zo heb ik het continu online klantenprogramma. Nou, dat is het beste en meest ultieme programma in de markt om in sneltreinvaart naar de 100.000 euro per jaar te gaan groeien. Ik bied in dat programma ook heel erg veel hulp. Het tweede na beste programma dat ik heb, is mijn gratis content. Zo geef ik ook 2 keer per maand een gratis verdienmodellen masterclass. Als je daarvoor wil inschrijven, kijk hieronder, daar staat de link. Ik geef dus mega veel waarde gratis weg. Dus dan vind ik het niet zo raar dat ik een paar duizend euro vraag voor een online groepsprogramma. En als de deelnemer eenmaal richting die 100.000 euro gaat groeien van dat groepsprogramma, dan kunnen ze natuurlijk daarna voor kiezen om ook 1-op-1 met mij te gaan werken. Uiteraard is de prijs van de 1-op-1 hoger dan van het groepsprogramma. Alles wat ik doe is in feite gebaseerd op het principe Move the Free Line. Ja, dat is Engels. Het komt ook uit Amerika. Het principe Move the Free Line wordt vaak verkeerd begrepen. Ik werk als een team met gratis en met hoge prijzen. Ik zal je daarom even uitleggen. Zie dit diagram. En dan zie je aan de linkerkant de prijs staan. En onderaan zie je de waarde staan van alles wat je gratis doet. Dus als je gratis content weggeeft, is de waarde daarvan heel erg laag. Bijvoorbeeld een PDF, en dat is dan een checklist. En die geef je weg, nou, iets heel simpels. Of je maakt een YouTube video en dat is 1 lange sales pitch. Ja, kijk, dan kan je natuurlijk niet verwachten dat je daarna gewoon echt hoge prijzen kan vragen. Als je dus die gratis lijn verder doorschuift en waardevolle content levert, ja, dan kan je dus hogere prijzen weer gaan vragen. Want je hebt aan je de waarde van jouzelf, aan jouw waarde in de markt gewerkt. En je kan die lijn natuurlijk nog verder doorschuiven. Ja, dat is in feite, in mijn beleving, wat ik doe. En dit is wat ik doe met mijn gratis verdienmodellen masterclass. Ik leg daarin exact uit hoe je 10.000 tot 20.000 euro per maand kan verdienen. Echt de ultieme methode. En dat doe ik geheel gratis. Dus als jij ook dat soort waardevolle masterclasses gaat geven, dan kan je dus ook hogere prijzen gaan vragen. En echt steeds meer en meer. Dus als je hogere kwaliteit van gratis content gaat leveren, kan je ook hogere prijzen vragen. Dat is dus het principe van Move the Free Line. Maar er is nog iets anders als het gaat om het vragen van hogere prijzen. Want ja, jouw klant is de klant die jij aantrekt. Als je die lijn gaat volgen van hogere prijzen, zal je ook merken dat je betere klanten gaat aantrekken die ook sneller een resultaat bereiken. Het betekent niet dat je dan een beter persoon bent omdat je meer geld uitgeeft aan het bouwen van je bedrijf of het verder uitbouwen van je bedrijf. Het is meer zo dat mensen die bereid zijn meer te investeren in hun toekomst, in hun bedrijf of in hun hobby's, ook bereid zijn meer actie te nemen. Stel dat mijn programma Continu Online Klanten een e-book zou zijn van 27 euro. Nou, duizenden mensen zullen het downloaden, maar ze zullen er nooit iets mee doen. Maar omdat ik nou een paar duizend euro vraag voor continu online klanten, zijn mensen echt bereid om de modules tot zich te nemen en ook actie, volop in de actie te gaan. Betekent niet dat iedereen dat zal doen, actie nemen. Want ja, of je nou gitaren, racefietsen of business training verkoopt, er zullen altijd mensen zijn die geen actie zullen nemen. Ja, zo werkt de wereld nu eenmaal. Ik heb zelf heel veel boeken gekocht, maar het betekent niet dat ik ze nou allemaal heb gelezen. Je hebt ook mensen die dan zo'n dure Harley Davidson motor kopen en dan ja, echt niet heel vaak mee rijden. Ja, zitten vaak mensen dan eenmaal in elkaar.
Zoals je hogere prijs vraagt, zullen mensen je gewoonweg meer gaan waarderen. Zullen je ook meer gaan respecteren. Blindelings je adviezen volgen. En ook alles wat je hen leert, snel implementeren. Ja, en het voelt echt geweldig als klanten natuurlijk zeggen van hey, ik verdien nu een ton, verdien 100.000 euro. Ik heb toegepast wat je mij hebt geleerd en ik heb nu mijn prijzen vertienvoudigd en ik verkoop het ook daarvoor. Of ik heb 40% meer inkomsten en nu een financiële buffer. Ik kan mezelf meer salaris geven. Joh, dan kan mijn dag natuurlijk niet meer stuk. Ja, snap dat het geweldig is als jouw klanten echt implementeren, actie nemen en jouw kennis in de praktijk gaan toepassen. Want ja, laten we ook wel eens wel wezen, op die manier gaat ook mijn bedrijf groeien. Als ik natuurlijk geweldige testimonials heb natuurlijk op die manier. Of ze gaan het aan anderen vertellen. Op die manier kan ik dus hoge prijzen blijven vragen. Ook jij wil je bedrijf laten groeien. En je wil niet failliet gaan. En je wil mensen blijven helpen. Dus focus op de waarde die je naar buiten brengt, of dat betaald is of dat het gratis is. Dan krijg je echt meer impact. Dan kan je dus veel meer mensen gaan helpen. Ja, dit transformeert je bedrijf en je leven. Daarna wordt het allemaal ook zoveel gemakkelijker. Dus focus niet op prijs, maar op waarde. Ga naar de comment hieronder en laat weten wat je van deze video vindt. En mogelijk vind je het ook tof om het gratis hoofdstuk van mijn boek 50 verdienmodellen te downloaden. Dat kan ook hieronder. En like natuurlijk deze video.